De raamvallei werd ook gebruikt in 1940 om de peilraamstelling op te bouwen. Die liep van Grave tot aan de Belgische grens bij Weert. Er werden bunkers gebouwd, zoals deze hier. Hier bij Grave hebben ze de laatste keer een gebied geïnundeerd. Dus het was hier onder water gezet rond 1940. Okay. Dit is het gebied, een schare. Ja. Dit gedeelte stond onder water, hier stonden de bunkers. Ja, die zijn hier niet ingetekend. Mm-hmm. Maar hier waren de stellingen allemaal gemaakt. Dit is namelijk het oostelijkste puntje van de Zuiderwaterlinie. Goed om daar al even vandaag te staan. Zondag lopen we dan nog door naar Gravenstad natuurlijk binnen. Mm-hmm. Maar verder dan dit kun je op de Zuiderwaterlinie niet komen. Nee, hier houdt het op. Hier houdt het op, bij het scharen. Het is maar gezegd. Want Wouter, jij bent van Zet. Klopt. En daar vooral bezig met projecttoegankelijkheid. En wat houdt dat in? Wat doet Zet aan toegankelijkheid? Wat wij doen is vooral mensen overtuigen dat er al heel veel toegankelijk is. En dat ze dat vooral moeten tonen, dat ze dat moeten laten zien. Het moet gewoon voor iedereen toegankelijk zijn. Dus slingerpaadjes zijn op zich helemaal geen probleem. Op het moment dat je echt grote zandafgravingen hebt, dan moet je in ieder geval communiceren dat dat er zit. Dan is die route, dat stukje even niet te doen. Maar ik denk dat 90% van de Zuiderwaterlinie gewoon voor iedereen goed te doen moet zijn. Wethouder hier in Grave. Jazeker. En we lopen net Grave in. Wat heeft Grave met de Zuiderwaterlinie? Nou, Grave is natuurlijk het eindpunt of het beginpunt van de Zuiderwaterlinie. Ja, ik denk het startpunt. Ja. Grave is vanuit de historie een van de meest belegerde steden van Nederland geweest. Een belangrijke vestingstad was natuurlijk de poort van Brabant, maar ook de poort naar Gelderland. Ja, bij de stad Grave hebben we een kroonwerk van de zeg maar, oorspronkelijk vestingwerk. Ja. En dat ligt op Gelders grondgebied aan de andere kant van de rivier de Maas. En zo hebben wij de link met de Zuiderwaterlinie ineens in Gelderland gekregen. Ja. Ik vind het fantastisch dat je dan ook gewoon even meeloopt met onze Zuiderwaterlinie. Ik begrijp, jij bent uniek sporter. Ik ben dus beslist geen topsporter. Ik doe echt op recreatief niveau wandelen, fietsen en zwemmen. Wat ik nu allemaal gelopen heb, kan ik aan de arm van iemand prima lopen. En voor mij hoeft het ook niet allemaal glad asfalt te zijn. Er mogen best bospaadjes tussen zijn. Ik wil best wel werken om ergens te komen. Dit was de voorlaatste editie van Henry wandelt de Zuiderwaterlinie en we eindigen zondag 16 september in Grave. Vandaag liep ik met Rick Joosten, wethouder te Grave, Maarten Schoenaker van de gemeente Heumen aan de overkant van de Maas, Wouter Schelvis van Zet die met Annemie Kersten liep die visueel beperkt is, maar wel een hele mooie Zuiderwaterlinie wandeling heeft gemaakt vandaag. En zo blijkt maar, iedereen kan de Zuiderwaterlinie wandelen en dat doen wij nu ook. Laatste editie dus, zondag 16 september, Grave.